Onderwijs is het begin en het einde van armoede. Dit zei Danielle Rosario, onderdirecteur van de afdeling ontwikkelingsdienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gisteren tijdens de workshop. De toekomst van de jeugd, beleid en wetgeving. Ze benadrukte dat elke Surinamer, ongeacht opleidingsniveau of leefmilieu, minimaal voor zichzelf moet kunnen zorgen. Tegen die achtergrond zegt ze dat het onderwijs in Suriname anders moet. Ondertussen weten wij dat door slechte cijfers leerlingen blijven zitten. En blijven zitten houdt in dat je de klas moet overdoen. En eigenlijk wordt het proces helemaal opnieuw gestart. En door dit achterblijven, komt dat kind nooit meer in zijn eigen leeftijdsgroep terecht. We weten dat zo'n leerling, misschien heeft hij het ook zelf meegemaakt, harder moet werken om weer te komen op het niveau waar het zou moeten zijn. Dit maakt dus de kans dat een leerling eigenlijk uitvalt of vroegtijdig de school verlaat, tweemaal zo groot, omdat de weg naar de maatschappij toe iets langer is geworden. Waarnemend hoofd Bruce Sarireggio van het bureau Rechten van het Kind haalde aan dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting immateriële en materiële hulp biedt aan gezinnen. Hiermee wordt de jeugd ondersteund in hun groeiproces. De materiële hulp komt in de vorm van financiële ondersteuning en voedselpakketten. De immateriële hulpverlening wordt geboden vanuit onze maatschappelijke dienst. En er zijn verschillende situaties die zich voor kunnen doen, waarbij de begeleiding vanuit de MD plaatsvindt. Als voorbeeld onderwijs. Er kan een melding komen vanuit de school dat er een kind is geïdentificeerd met gedragsproblemen. Die melding wordt dan gedaan aan de maatschappelijke dienst. Er vinden dan gesprekken plaats tussen de maatschappelijke werkers van de MD en de ouders en het kind. Er wordt dan een begeleidingstraject uitgestippeld. En van daaruit vindt dan de begeleiding plaats. Bruce Sarireggio, waarnemend hoofd van het bureau Rechten van het Kind. Deze workshop is georganiseerd door de vaste commissie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken van DNA.